ايه وهذا ابراهيم واي واي ايه اخت مالو واي واي بوسي في بيتاج واي واي اكتي في تاج واي واي نخي تي في تاج واي واي خين تاج فور واي واي الوي خنور واي واي براي فلو. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Zoals jullie merken, Bilal is er vandaag niet. Het zou een super lange dag voor hem zijn, maar ik beloof jullie, 29e, dan zal die erbij zijn. Vandaag zijn wij in Eindhoven, M-Fusion 2020 alweer, met dikke wedstrijden op het programma. Vandaag de stare-down, en dat wordt... Serieus kijken, je weet toch? Dus dan gaat het om die dikke wedstrijden. Van mensen die dan tegen elkaar gaan opwegen, tegen elkaar gaan kijken. En dan de mentale stuk, de psychologische stuk. Dus we gaan al die spelers gaan we interviewen. Dus het belooft vandaag een dikke video te worden. Zoals gezegd, alleen maar liefde. Aardig kijk niet naar de rest. Bentleys, Rovers, Motion, de zomer, laatste noten. Bij jongen praat er niet over. We springen erin, tackelen, rennen naar binnen, gezicht die bedekken we. Dubbel of diep, winnen, verlies, rippen en trekken door. Ja, Mootje. Ja, vriend. Ja, rustig man, met jou? Dank, alhamdulillah, we zijn er. We doen ons ding, man. Je bent hard bezig, broer. Ja, we doen ons ding, het gaat goed. Ja? Alhamdulillah, we maken kleine stappen. Zoals ik al tegen mensen zeg, maak kleine stappen, dan kom je er. Ja, toch? Maar het gaat goed. Leuk, man. Maar in één keer 2020, deze stare-down? Ja, stare-down. Ik weet niet wat de bedoeling precies is, maar ik ben uitgenodigd als special host. Dus ik moet zo meteen een beetje tussen de vechters in gaan staan. En Steven, wat dat uit de hand loopt, moet weg. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Het blijft gewoon altijd rustig. Die mannen hebben allemaal respect voor elkaar. Ja. En er zijn veel goede vechters en daar wilde ik wel tussen staan, man. Bro. Ja. Ja. Ja, maar dat moet ook wel bij mij. Wij gaan ze niet tussen zetten. Ja, het is allemaal mentale kracht, die weet bro. En je kijkt gespannen, man. Heb jij een favoriete wedstrijd? Ja, Boutassa Mokadim. En voor wie ben jij? Boutassa. Geen grap meer, Boutas. Wat maakt hem zo gruwelijk dan? Zijn trappen en zo. Dit is geen grap. Ja man, Shala nog een derde 29 februari. Ja? Shala, ja. Wat vind jij belangrijker? Die. Ja? Ja, dan ben je echt wereldkampioen. Dat is bevestiging dat je wereldkampioen bent. Boutas, je had eerder aangegeven dat jouw level veel te hoog was voor Zoukari. En nu sta je tegen Gennet en Mokadem. Hoe denk je daarover? Ik denk er hetzelfde over. Het is... weer een halte die ik zal passeren. Het is dat hij de kans heeft om tegen mij te vechten voor deze wereldtitel. Voordat hij je partij aanneemt, heeft hij van ons het probleem al onderzocht of hij het wel aan kan. Ja? Dus ik heb mij vorig jaar gekwalificeerd tegen de grote naam Walid Hamid. En daarom mag hij tegen mij vechten. Hoe komt het dat jij op dit niveau bent beland? Hoe ben je opgeleid? Ik heb ook 79 keer mezelf moeten bewijzen. Ik heb daarvan 77 keer is het me gelukt om dat binnen af te sluiten. En dat ben ik. Sorry? Dat heb ik ook 77 keer. Duitse C-klassers, wat vind je daarvan? Duitse C-klassers. Ik heb voornamelijk tegen Nederlanders zitten vechten. Ik heb 2 tegen 2 Duitsers zitten vechten. Hij zelf heeft tegen een Duitser gevochten, tegen die ik ook heb gevochten. En ik heb hem vernederd. Ik zag dat Mr. Mokadem hier moeite mee had. Vind je niet? Ik train voor zulke jongens niet voor die Duitsers. Zo hij is ik dag en nacht voor kapot loopt te trainen. Hadden dat ik met zijn buikspieren aan de spiegel loopt te kijken. Ik train niet. Je lijkt op een muis, man. Wat zeg je? Je kan daar niks aan doen. Deze. Ratata. Deze. Hey, dat is goed. Dat is. Broer, je straalt rust uit, maar af en toe dan mentaal geef je hem wel eventjes... Kijk, ik hou niet van de hele poppenkast en zo, snap je? Blijf gewoon jezelf, doe gewoon wat je moet doen. Dan ga je niet, omdat je getekend bent of iets, de hele man spelen. Maar wat raakt jou dan het meest? Dat hij zich anders voordoet dan dat hij is. Hij is gewoon een lieve jongetje. Alsof ik het blij mag zijn dat ik tegen hem mag vechten. Hij mag blij zijn dat hij tegen mij mag vechten. Maar aan de andere kant, daar kan je ook wel een beetje weer power uit halen, toch? Ja, maar ja, dat heb ik van hem niet zo nodig. Dat komt wel. Ik ben veel verder dan hem. Ik ben met alles. Mijn ontwikkelingen zijn veel verder dan hem en dat komt wel goed. Ja. Dat komt wel goed, ja. Wat mij opvalt is, jij zei van ik ben niet van de social media en zo. Is daar een bepaalde reden voor? Kijk, waarom hij zoveel focus heeft en zoveel gehyped, waarom hij twee neppe riemen wint. Ja. Dat komt omdat hij heel de dag met hij heeft getekend. Snap je? Ja. Hij promoot ze heel de dag. Iedereen die mij kent, iedereen die... iets met mij te maken heeft, kent mij om wie ik ben. Ja. Ik heb zover geschopt alles door mezelf. Ik heb niet getekend. Mij hoeven ze niet te promoten. Mensen die mij kennen, kennen mij
om wat ik heb bewezen. Ja. Snap je? Brian Vlogs. Waar halen jullie motivatie vandaan, boys? Mocho, Butassa en Gelly. Waar haal je motivatie vandaan? Van die pre-workout van jou. Go, go, go! Nee, ik weet waarvoor ik het doe. Ik heb een doel. En mijn doel is om wereldkampioen te worden en om op een gegeven moment ook de beste te zijn die er rondloopt. Ik heb niet al die jaren voor niks gestreden. En ja, ik wil het gewoon wat afmaken. Nee, emotioneel jongen, praat met Adema. Horen jullie? Jongens, weet je, laat die ons uitpraten. Niet doorheen kletsen, weet je, ik snap dat de fans zijn van bepaalde vechters, respect daarvoor. Maar laat die ons al even uitpraten zodat we de antwoorden kunnen horen. Ik heb gewoon jarenlang gestreden hiervoor. En nu ben ik iemand op dit punt, dan moet ik het gewoon afmaken. En, ik heb nog één vraag. En gebruiken jullie daar supplementen bij? Of? Als ik het klaar ben, ik gebruik wel supplementen, dat kan ik eigenlijk niet zien. Ja, bedankt. En binnen het trusje. En binnen het trusje, kent u dat niet? Kent u dat niet? Dat is ook een vraag. Dat is handig. Nee, dat was een vraag, man. Applaus voor iedereen sowieso, man. Hij disrespecte mij met mijn lichaam. Hij zegt van ja, fotomodel, voor de spiegel, bla bla, foto, dit en dat. Maar hij zelf is jaloers op zo deze lichaam, dat kan je gewoon zeggen. En constant zag ik een glimlach op je gezicht. Ja, is dat om hem dat te raken of is het Ik ben vrolijk. Nee, ik voel me gewoon goed. Ik voel me comfortabel. Ik ben in mijn zone. Ja. Ik voel me thuis. Hoe einde van de dag red je niet met jouw vogels? Je moet het uiteindelijk zelf doen. Wat zou jij dan tegen de kinderen jonger willen zeggen? Laat social media jou niet gek maken. Duidelijk, man. Ja, toch? Hey, succes, bro. Ik ga zeker kijken, inshallah. Allah bedoel, man. Wallah, ik ben echt fan, man. Allah bedoel, man. Willem, gaat goed, man. Gaat goed. 29 is hierbij, inshallah. En ik hoop dat ik even bij jou de kleedkamer in mag. Inshallah, net zoals vorige keer. Allah bedoel, man. Allah in work, broer. Shukran, dankjewel. Dankjewel. Jongens, ik zeg je heel eerlijk. Ik ben van deze man ben ik gewoon fan. Hij zegt het, maar hij maakt het ook nog eens waar. Dus wat dat betreft heb ik daar dubbel respect voor. Maar uiteindelijk weet je het nooit, hè. Het kan zomaar met één klap kan zomaar over zijn. 29. Links en rechts horen we wat dingen via de media dat dit misschien wel je laatste partij is voor Infusion. Na 7 jaar kan dit misschien wel toch. Het is nog niet 100%, maar toch wel misschien mijn laatste Infusion partij worden. En ja, we zijn aan het praten met grote organisaties. Dus ja, ik ben op dit moment gewoon echt ook tevreden bij Infusion. Daar moet ik sowieso ook bij zeggen, maar ik ben ook gewoon aan het kijken van wat andere organisaties te bieden hebben. Oké, zijn er ook misschien onderhandelingen geweest of kan je daar nog niks over zeggen? Er zijn onderhandelingen bezig op dit moment. Broer, zo, je straalt rust uit. Ja man, altijd toch. He? Moet rustig blijven toch. Ja, want ik zag net een paar gasten, die laten toch zich een beetje uit tent lokken. Ja, het zijn nog jonge gasten. Kijk, ik ben al 28, ik draai al een tijdje mee in deze wereld. En ik heb geleerd dat je niet emoties tot je moet laten komen. Moet gewoon rustig blijven. En dan de 29e moet je vuur... Ja, in de ring moet je gewoon vuur, maar alsnog in de ring moet je je hoofd erbij houden. Want als jij agressief gaat doen, dan ga je klappen krijgen in de ring. Het is geen goede plek om agressief te worden. Ja. Ja! Nou, het leek alsof je naar een film kan kijken, maar ik zie gewoon popcorn hier. Ja. Wat is hier de bedoeling van? Lekker eten toch? Ja. Maar sta je er ook zo in om zo die wedstrijd in te gaan? Nee. Ik ben wel gewoon sportief, gewoon goed trainen, gewoon gezond eten. Ja. We staan hier naast jouw trainer. Je weet dat wij samen een video hebben gemaakt, hè? Ja, weet ik. Beetje de serieuze kant van jou. Ja, bro. Soort van. Nee, ik ben nooit serieus, joh. Nee, ben jij iemand die echt zijn tegenstander onderzoekt, filmpjes bekijkt en zo? Of zeg je van nee, ik wil liever niets weten wat de trainer ziet en mij vertelt? Ja, ik ben meer van, ik kijk geen beeldmateriaal, als ik eerlijk ben. Ik laat mijn trainer kijken en ik vertrouw gewoon 100% zo blindelings op hem. Ja. Dus ik laat hem gewoon zijn huiswerk doen. Je weet, mijn kanaal staat voor alleen maar liefde, toch? Wow. Voilà, echte pure liefde. Er is niets behalve Brahim zijn liefde op YouTube. Dankjewel, man. Hij verstrooit helemaal. Maar wonder, als ik elke keer als ik jou tegenkom, één uitstraling, één gewoon relaxed. Ja, heb je dat toch. Weinig stress. Ja. Je moet geen stress hebben, man. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat als jij de 29ste kan alle kanten op gaan. Nee, pas op, ik heb gezonde stress. Je hebt van die slechte... Nee, ik heb die wel lekker gezond. Houd je scherp, er zin in. Hey, hoe heeft ze de afgelopen periode getraind? Ze heeft hiervoor een paar partijen gedaan. Allemaal gewonnen. Trainen keihard. Ze trainen gewoon door ook. Naarmate de partij gaan we tempo omhoog voeren. Dus nu gaan we echt starten met
misschien 2 keer per dag trainen. Wow, dus je bent er helemaal klaar voor? Zeker. Oké, okay. Nou dan gaan we even kijken. Ja. Wat denken jullie? Ja, je ziet nu dat de 29e en daarna zijn mensen toch wel benieuwd wat jij gaat doen. Ja, dat klopt. Ik ben zelf ook nog benieuwd, want we zijn aan het onderhandelen met grote organisaties. Er komt veel bij kijken. En ja, misschien wordt het de laatste partij, misschien ook niet. Ja. Dus we weten het nog niet helemaal 100% zeker. Maar haalt dat toch niet een 0,5% van je concentratie of de wedstrijd? Nee, ik ben iemand, als ik eenmaal daar in die zaal sta straks, ben ik 100% gefocust. Ja. Dan ben ik echt, kan ik alles uitschakelen. Kijk, jullie zagen net die interview, maar het is even belangrijk dat jullie even doorhebben dat deze man is geen grap. En nu is de vraag, blijft hij bij Infusion, gaat hij naar Glory, gaat hij ergens anders naartoe? Maar uiteindelijk, deze man, diep respect voor hem. En als jullie willen dat ik met hem een video ga maken, laat het even weten. En wat doe jij eigenlijk na de 29ste toe de laatste weken? Nou, ik train gewoon keihard, gewoon vooral ook op conditie. En hoe hou je tegenstander in de gaten? Nee man, dat doe ik niet, hoofdpijn. Nee. Ik ga naar hem kijken, dan ga ik slapen, ga ik aan hem denken. No. Ik laat daar mijn trainer over, klaar, hij doet zijn ding. Ja. Hij zegt, kijk, daar is hij zwak, oké. Maar ik ben zo niemand. We doen het in de ring. Ik heb van mijn fouten geleerd, man. Ik deed dat vroeger. Ik keek naar mijn tegenstander, kijk hoe die staat. Waarbij je te veel moet nadenken. Ja, precies. Je trekt hem mee, je gedacht. Is niet nodig. En wat verwacht jij de 29ste? Ik ga jou zeggen, 2020, ik slag iedereen kou. Iedereen moet slapen. Klaar. Allah, dik man. Ik wens je heel veel succes. Online, alleen maar liefde voor jou, man. Dankjewel. Blijf vloggen. Ja, gaan we zeker doen, man. Brian Vlogs. Het is niet de eerste keer dat de mensen mij onderschatten. Ik ben veel gevaarlijker en completer dan Boutassa. Je laatste partijen, die zagen er niet uit. Jij ziet er ook niet uit. Een kampioen hoort knap te zijn. Net als ik. Ik heb hem gezien in Antwerpen en ik was niet onder de indruk. Ga trainen uit dikzak. Ga afvallen. 67.0. Ik train met killers. Vraag maar aan jouw trainer. Wij moeten nu op 67 gaan vechten. Hey Edwin, heb je wel eens de vervanger? Want ik vertrouw deze man niet. Ik heb niks aan het boeken. Hij mag zijn geld bij zich houden. Ik ben een waardig tegenstander en een goede partij. Hoes. Ja, oké. Ik geef hier een antwoord op en daarmee sluit ik af. Kijk, ik neem deze jongen. Ik ben niet bang voor hem. Ik neem hem niet serieus. Infusion is een wereldtitel, die neem ik serieus. Dus ik train voor die wereldtitel. Als je maar al die Duitsers waarvoor hij heel de dag buikspieren loopt te trainen. Ik train daar niet voor. Ik ga aanwezig. Ik doe één klokken bij CM Jam en dan ben ik er weg. 67 kilo. Ja, tuurlijk. 67.0. Ja. Oké. Fijn, verder. Oh, wat gaat jou de dag, jongen? Wat gaat jou de pannenkoek? Je moet niet chique doen. Oula, je bent een showmannetje. Jawel, mensen. Hier zijn we weer. Mensen, sowieso, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te delen. Vergeet niet te liken. Einde van de dag zit erop, 29ste. Wie gaat er winnen? Het zijn dikke partijen. En de vraag is eigenlijk, moet Bilal meegaan? Ja of nee? De vorige keer heb ik hem niet meegenomen. Maar je ziet al die vechters, die vragen allemaal om Bilal. Dus ik moet eigenlijk wel fixen, maar ik ben benieuwd naar wat jullie vinden. Want jullie kijken eigenlijk standaard naar mijn video's. Laat me even weten, moet Bilal meegaan? Ja of nee? Jelle, wij zijn echte mannen. Wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen, altijd positiviteit. Arrivederci.